Ilonka Elmond Foundation, die houdt er elk jaar voor het Surinaams kind en ook voor kind met een speciale hulpvraag een sportdag. Vanwege COVID-19 heeft zij dat niet meer groot kunnen doen. Vandaar dat zij er gekozen heeft voor de Meester Hubert Stichting en de Annie Crash, waar vandaag de Ilonka Elmond Foundation haar sportdag heeft gehouden. TBN Prime Alert spraker met de grote motor Ilonka Elmond zelf en zij vertelt veel meer over dit project. Vanochtend hebben we een sport- en speldag georganiseerd voor beide locaties afzonderlijk. En de kinderen hebben echt hele leuke sporten en spelletjes gedaan. Van kegelen tot jumpo futu met een bal en een lepel. Dat was best wel moeilijk. Of kruipen door een tunnel. Of met die parachute wapperen en een bal. En zelfs een stoelendans kwam aan de orde. Dus dat was echt hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja, en welke organisatie of organisaties staan hierachter? Sowieso mijn foundation, de Ilonka Elmond Foundation. En natuurlijk mijn coaches en trainers, want die staan er keihard achter. We hebben de Annie Crash die heel lekker heeft meegedaan. Maar ook Meester Hubert Stichting. En vanuit Nederland hebben we Fonds Kind en Handicap, Basic One, die ons ook steunt. En Caribbean Drive. En waarom de keus op de Meester Hubert Stichting en de Annie Crash? Nou kijk, normaliter zijn jullie gewend dat we grote sportdagen georganiseerd hebben. Hè? Van tussen de 150 en de 200 kinderen met een handicap. Maar vanwege de COVID-19 maatregelen, dan zijn we genoodzaakt om alles anders aan te pakken. Dus in kleine groepjes te werken. Kan je nog herinneren dat we een aantal jaar geleden Special Heroes Sport en Bewegen hebben geïntroduceerd in Suriname? Nou, dat project hebben we een klein beetje aangepast en omgetoverd. In de vorm van een sportdag gegoten. Waarbij we nu niet 100, 200 kinderen tegelijkertijd laten sporten. Maar nu werken we met groepjes van 10. Sporten en spelletjes waar ze wel in competitie met elkaar komen. Maar dat we toch die gepaste afstand kunnen houden. En dat we dan elke keer na 45 minuten sporten en spelen, komt de volgende groep aan de orde. En zo zijn we van plan bijvoorbeeld, hebben we vandaag 1 ochtend kunnen afwerken op beide locaties. Maar voor de toekomst, ja, we weten niet hoe lang COVID-19 er blijft, kan het zijn dat we bijvoorbeeld op een school van 150 kinderen, dat we daar 5 ochtenden zullen zijn. Snap je? Dus dat gaat een beetje passen en meten. Dus waarom Meester Hubert en Annie Crash? Nou, het zijn 2 kleine groepen van beide iets meer dan 30 kinderen. Voor ons is dat beheersbaar. Zeker als we bijvoorbeeld de sportdag nu in een nieuwe vorm gieten. Er zijn kinderziektes en die gaan we dus nu eruit halen. Ja, en een sportdag organiseren voor kinderen met een speciale hulpvraag. Is dat anders dan organiseren voor, ja, gezonde, zonder een beperking. Ja. Nou nee, op zich niet hoor. Ik denk dat organisatie op zich gewoon hetzelfde is. Omdat in principe heeft het gewoon te maken met een duidelijke beschrijving en je planning. En wat wij eigenlijk doen, en dat is, vind ik best wel leuk, is dat we per sport of per spelletje een mediakaart hebben gemaakt. En dat doen we met onze eigen foto's van afgelopen jaren. En dan hebben we een spelbeschrijving en hoe de dag kan verlopen. En eigenlijk maakt het niet uit wie deze sporten en spelletjes gaat doen. Want eigenlijk zijn alle sporten en spelletjes ook bijvoorbeeld ook teambuilding spelletjes die je zou kunnen doen bij bedrijven. Dus in principe is het voor iedereen toepasbaar. Dus ja, organisatie qua voor deze doelgroep, nee. Het is niet moeilijker of anders. Het heeft gewoon te maken met de duidelijke planning. En ja, dat gaat ons nu nog wel goed af. Wat is de gedachtegang hierachter, Ilonka, om zo'n sportdag te organiseren? Nou weet je, sowieso, we zeggen het altijd, onze kinderen met een beperking, die moeten gewoon sowieso meer aandacht krijgen. En als je gaat kijken dat er het afgelopen jaar tijdens de COVID-19 pandemie, hebben wij echt ontzettend stilgestaan, stilgezeten. We waren vrij beperkt in ons bewegen en nog steeds zijn we vrij beperkt in ons bewegen. Dus er kan niet zoveel meer. En als dat voor ons al een behoorlijke impact heeft op ons leven, en wij hebben geen beperkingen, misschien een beetje mentaal, dan hoe zal het dan zijn voor de kinderen met een beperking die daadwerkelijk moeilijk vooruit kunnen bewegen? Dat is natuurlijk vele malen erger, want dat kleine beetje wat ze hadden, is hun nu ontnomen. En dat is eigenlijk nog erger aan banden gelegd. Dus ik vind daarom heel belangrijk dat juist voor deze doelgroep moeten we ons iets meer inzetten dan dat we altijd hebben gedaan. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk hiervoor kies. Het is niet dat de Ilonka Elmond Foundation bezig is met kinderen met een beperking. We zijn gewoon bezig met kinderen in het algemeen. Maar omdat de kinderen met een beperking minder aandacht krijgen, dan ben ik determined
om ze meer aandacht te geven, zodat we gaan focussen op wat ze kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. We gaan focussen op de mogelijkheden en kansen in plaats van op de beperkingen. En dat is eigenlijk mijn motivatie om dit door te zetten. En als je goed gaat kijken, als wij als volwassenen last hebben van stilstaan, dik worden, niet lekker in ons vel zitten, ja, dan hebben zij het helemaal 10 keer erger. En vanuit uw foundation, is dit dan de laatste activiteit voor 2021? Ja, het eerste actieve activiteit. En helaas ook direct de laatste. Helaas wel. Ja, we gaan dus dit jaar niks meer doen, want ja, straks eindigt ook alweer het jaar. Maar ik ben blij dat we deze try-out hebben kunnen doen op deze vorm, want het was inderdaad maatwerk. Het heeft ons natuurlijk ook weer een andere kans gegeven. Hè? Want kijk, als ik een spoordag organiseer voor 150 tot 200 kinderen, dan heb ik een globale lijn van wat er ongeveer rondloopt. En dan maak ik een algemeen draaiboek. En nu heb ik 2 draaiboeken gemaakt voor 2 verschillende organisaties, gebaseerd op de mogelijkheden en de kunnen van de kinderen. En nu hebben we gezien dat ondanks dat we een draaiboek maken, voor bijvoorbeeld de Annie Crash of voor de Hubert Stichting, zijn de kinderen toch bepalend in wat we gaan spelen. Soms willen ze helemaal niet met die bal rennen en een label. Dan willen ze gewoon eigenlijk door een tunnel kruipen. Hebben we moeten doen, dan moeten wij improviseren. En of er moeten stoelendans terugkomen, waardoor er weer leven is in de tent, of er een jump of voeten bij komt. Dus het geeft ons dus weer een creatieve impuls, dat we dus maatwerk kunnen leveren. En ik ben blij dat we dit hebben kunnen doen, want nu weten we voor de volgende sportdag dat er komt in 2022, dan weten we van hé, we kunnen het ook zo aanpakken. Niet 5 spelletjes uitzetten, maar 12. En dan kunnen we altijd gaan kiezen, zorgen dat we voldoende materiaal bij ons hebben. En kijken naar wat kunnen we doen zonder materiaal, want niet alle scholen hebben materialen. Kijk, wat ik graag wil, is dat wanneer wij bij zo'n sportdag weggaan, we laten altijd een draaiboek achter voor de docenten en begeleiders. We hoeven alleen maar terug te kijken in een draaiboek en zeggen ze, oh ja, dit is een leuk spelletje, dit kunnen we gewoon doen met de kinderen. We hebben de materialen of we hebben geen materialen nodig. En dan kunnen ze gewoon verder. Ja. Welke effecten heeft de COVID-19 gehad op Ilonka Elmond, maar ook op de Ilonka Elmond Foundation? Wauw, dat is een moeilijke vraag. Oké, op Ilonka Elmond Foundation gaan we mee beginnen, is beter. we hebben weinig kunnen doen en dat was best wel dat was best wel lastig. We hadden echt heel veel willen doen met de kinderen met een beperking. Maar ja, weet je, we werden wel beperkt door de overheidsmaatregelen en protocollen. Nou ja, terecht, begrijp ik ook. Maar dat heeft ons natuurlijk gestopt in dit soort type activiteiten. We hebben dan in een andere vorm dan kunnen helpen en dat was dan de eerste levensmiddelen. Behoeftes, je weet, de COVID-19 pandemie die raakt ons allemaal. Financieel, maar ook mentaal. En dus we hebben donaties gedaan met eerste levensbehoeftes aan stichtingen en organisaties zoals Hubert Stichting, Matuku, Annie Crash, Beteljaren. Daar hebben we echt actief aan bijgedragen, zodat ze de maanden doorkwamen. En dat heb ik gedaan met vrienden uit mijn netwerk. Iedereen die maar kon helpen, kan helpen. Dat doen jullie ook met Trishul. Ja. Dus, en dat doen wij dus ook. Dus dat was een beetje lastig. Was best wel moeilijk, moet ik je eerlijk zeggen. Heel veel vragen vanuit de samenleving. Wanneer gebeurt er wat? Maar dan zit je met gebonden handen, waarbij je niks kan doen. En dan denk je, wat kan je dan wel? Ja. Dus ja, of helpen aan transport, dat heb ik wel kunnen doen. Dat is 1 groot ding, dat wel. Maar dat heb ik kunnen regelen vanuit het buitenland. Dat er een busje gedoneerd werd aan de Kennedy Stichting. En wat ik al zei, de eerste levensbehoeften. Dus ja, met mij was mijn adem inhouden van wanneer kunnen we nou uiteindelijk aan de slag. En ik werd ook eerlijk gezegd, ik ga eerlijk zijn, moeilijk om niet eerlijk te zijn. Ik werd er een beetje depressief van. In de zin van, je bent gewend heel veel dingen te doen en het pakt je toch wel mentaal. En dat geeft je toch wel een domper in je energie. Snap je? Van, normaliter doe ik dit en dan word ik beperkt. En begrijpelijk wel. Natuurlijk, daar sta ik 100% achter. Maar het maakt je wel, depressief is een heel zwaar woord hoor. Maar niet zo zwaar bedoel ik het. Het maakt je wel in, het laat je wel een zetje tot nadenken. En dan ben je minder blij. Ja. Zoals je daarnet zei, dus wat zijn voor u de lessons learned voor wat betreft COVID? Lessons learned. Activiteiten te organiseren. Nou, dat je creatief moet blijven. Want er zitten altijd kansen in creativiteit.
En dat hebben we vandaag gezien. Het heeft gewerkt. En het geeft natuurlijk de tred aan van hoe we verder gaan komend jaar en de komende periode. Creatief zijn, positief blijven. En je ziet, er zijn zoveel mensen die graag willen meehelpen. En die echt vanuit binnen gemotiveerd zijn om bij te dragen. Man, wat zijn we toch gezegend in Suriname met dat soort type mensen, of niet? Ja, wauw. Dat moet ik echt zeggen. Lobby hoor, echt.